vandaag in Sepsport te helpen shorttrack. Twee dames hebben een probleem met de relay. Dat is het afzetten van je teamgenoot. Dat je flink duwen, begrijp je? En we zijn begonnen met de eerste training. Dus, wat mij betreft mag je wel wat sneller, hoor. Ron, zijn we er al bijna? Nou, bijna. Maar nog niet helemaal. Beetje meer pit erin. Ja. Ah, kijk eens. Tiof, prachtig. Nou, dames, we zijn er. Wat ik me afvroeg, hoe lang gaat jullie al samen eigenlijk? Volgens mij al ongeveer 3 jaar. Hoe lang? Jullie hebben een probleem met de? Relay. Ja, want daar gaat iets mis. Hè? Ja. Het gaat niet helemaal goed. Nee, niet. En van wie zou je graag les willen hebben? Susanne en Jara. Oh, kijk, daar staan ze. Dames! Medailles komen eraan. Het zijn er 2. Zilver voor Schulting en brons voor een heel blije Jara van Kerkhof. Mag ik jullie even aan mijn toppers voorstellen? Hoi, Jara. Lisa. Nou, zeg maar even waar jullie last van hebben. De relay. Ja, wat is dat precies? Nou ja, je duwt elkaar, dus je bent met z'n vieren een team. Eén rijder in de baan op volle snelheid. En de andere rijder komt vlak voor die ander. En die geeft hem een duw, waardoor de tweede rijder ook volle snelheid weer door kan rijden. Vertel eens, wat gaat er mis? Nou, meestal gaat het duwen mis. Dan gaat het weer te hard en dan vliegen we de bocht uit. Dan stel ik voor, laat eerst even zien hoe jullie het altijd doen. Ja? Ja. Ik ben benieuwd. Ah! Hij is er nu al ver voor. Nu lijkt best wel goed. Dan wel op de binnenkantjes. Ik vond qua tijd best goed. 1:03 heb ik het even opgemeten, dus heel goed. Hoe ging het? Ja, nou, jij zei dat het duw moeilijk was, maar die vond ik er best wel goed uitzien. Ja, jullie kwamen alleen veel te vroeg in. Ja. Ja, de timing van de wissel was misschien wat. Ja, kan nog aangesleuteld worden. Famke en Luca hebben moeite met de relay. Olympische helden Jara en Susanne gaan ze hierbij helpen. Zouden jullie misschien een hele goede relay kunnen voordoen, zodat we even kunnen kijken? Kunnen wij? Ja hoor. Let's go! Hier blijf ik een beetje achter Susanne rijden, zodat ik niet te vroeg ben. Ah ja. Ik denk dat het misschien slim is als wij even meerijden op het middenterrein. Dat jullie gewoon ons nadoen. Ready, go! Goed zo, blijf er volgen. Blijf kijken, niet te ver afsnijden. Wauw. En duw. Twee rondjes, nou. En nu moet je al gaan voorbereiden, hè? Want daar moet je gaan mee rijden. Zorg dat je naast haar blijft. Nu zit je goed kijken. Ja, Luca. Nu afsnijden, ja. En doorrijden. Nou, meiden. Goed zeg. Ja, dat was heel erg goed. Wat vonden jullie er zelf van? Ja, ik vond het zelf wel goed gaan. Wat doe je anders? Ik zat meer op te letten wanneer ik echt naar binnen moest. Nou, ze bleven nu veel beter naast de ander rijden. Ja. En daardoor hoefden ze bij het inkomen niet heel lang te wachten op hun duw. En hebben ze meer snelheid en loopt alles veel beter. Nu kunnen we op de duw gaan focussen. Ja. Dan kom je aanrijden en het eerste wat je doet, is je bereid je voor dat je met je lichaam, met je hele lichaam, naar in dit geval Jara toe gaat. En dan duw je met je armen, maar ook met je hele lichaam, duw je er weg. Alsof ze heel erg stinkt. Oh, ja. Nou wil ik wel even zien dan. Hè, dames? Ja. Kom maar. Moeten we nog even opdrukken voor de rit? Ja. Nu. 1, 2, niet smokkelen. 3. Ja, beter. Stel ik voor dat we een keer met z'n vieren doen, toch? Ja, leuk. Ja. Gaan ze, hoor. Juist. Goed. Leuk, spieren aanspannen. Goed zo. Ja. Juist. Ja, goed zo. Goed zo, een beetje afsnijden. Doe nog het volgende rondje. En zit buikspieren aanspannen. Ik vind hem leuk. Ja, vind je hem leuk? Hard. Ja. Dat is leuk, hè? Ja.
Nou, ik vond het wel goed. Je spande volgens mij goed je buikspieren aan. Want ik had niet het idee dat jij balans was na mijn duw. Zijn jullie er klaar voor? Nou wil ik eens kijken of jullie in staat zijn om, om onder die 1 minuut te rijden. Ready? Go! Laat het gaan. Kom op. Blijf ze in de gaten houden. Volle bak duwen. Buikspieren aanspannen. Oh, duw! Goed zo. Ja. Zorg dat je naast me blijft rijden en niet te ver voor de rijden. Je rijdt nu te ver voor de. Buikspieren aan. Door. Goeie duw. Ja. Kom op. Finish. Ja. Meiden, hoe ging het? Goed. Ja? Ik vond het goed. Jullie hebben het gedaan in, nou zeg jij het maar. 59 seconden. Ja. Yes. Dat is ongelooflijk knap, dames, hoor. Dan moet eigenlijk de helm af. High five. Hartstikke goed gedaan. Zijn jullie tevreden? Ja. Is jullie wens hiermee in vervulling gegaan? Ja. Bedankt de toppers maar. Dank je wel. En, alsjeblieft. En als jullie thuis nou denken van, nou, ik heb ook een probleem, mail ons, want je ziet het. Het komt allemaal goed.